Dit voorjaar reed ik door België, samen met collega Zijlstra, tevens collega kunstliefhebber. We kwamen terug van de feestelijke onthulling van de twee Rembrandts in het Louvre, Marten en Opjen. We gingen met mijn auto. Ik kende nog wel iemand met een vliegtuigje, maar gelukkig heeft de VVD-collega me daarvoor behoed. Natuurlijk was ik de chauffeur, maar Zijlstra zat niet op de achterbank. Nog niet. Onze terugreis werd ruw onderbroken door de Belgische snelweg. U kent ze wel, hobbelig, rommelig en slecht onderhouden. Het was het einde van mijn versnellingsbak en uiteindelijk van mijn hele auto. Deze zomer ging ik met mijn nieuwe Occasion naar Normandië. Ik had nog even overwogen naar de Verenigde Staten te gaan, maar voor je het weet kom je daar als D66er in de Clinton-campagne terecht. Meneer Pechtold, de heer Zijlstra staat klaar om iets terug te zeggen. Ja. De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, nou we toch in de ontboezeming hier zitten, wil ik het beeld ook compleet maken. Stel u nou eens voor dat je op terugweg, dan stop je bij een supermarkt aan de Franse snelweg. En dat u daar de heer Pechtold met een boodschappenlijstje en de heer Zijlstra met een boodschappenkarretje erachteraan door zo'n supermarkt ziet lopen. Ook dat is gebeurd. Niet alles hoeft bekend.